Dit is Spea 6 Echo, Papa Alpha 6 Echo. Ik ga eens kijken of er mensen zijn om een ronde mee te houden. Je weet het nooit. Papa Alpha 6 Echo, dit is Spea 6 E. It is 9 p.m. Je trouwe luisteraar is weer hier. Ik zag jullie in de lijst staan. Dag Frans, wat leuk. Goedenavond. Hé, hey, maar zo'n 3 minutes zie ik niemand eigenlijk op verschijnen. Ik weet niet of ik het goede adres heb. Maar ik heb gewoon 3 minutes gedaan in mbit.com. En ik zie alleen mezelf wel. Ik weet even niet wat je bedoelt met Daily Minutes, want Daily Minutes is een radioprogramma wat ik doe, hè? Maar waar zit je te kijken? En wat zoek je daar? Ah, jij hebt me een mailtje gestuurd en daar staat mbits.com, staat erbij. En dan moet je via Daily Minutes moet je dan inloggen op de server. En dan zou je, ja, iedereen moeten zien, maar ik zie me alleen mezelf. Ik denk dat je dan een typfout gemaakt hebt. eens even kijken. Ik zie dat Rob luistert, ook goedenavond. En ik zal eens even kijken waar jij dan zit op die server. Ja, dat kanaal heet ook Daily Minutes. PR7LIM zie ik erbij komen. Nou, dat gaat heel goed. Eens even kijken waar jij dan zit op de server. Ah, ik zie het al. Je hebt een tikfout gemaakt, Frans. Je hebt Daily Minutes. Dus het i ontbreekt. Dus je moet zijn op Daily Minutes. Want er bestaat een groep Daily Minutes. Ik zal eens even kijken wie erin zit. Ja, PD4FMJ. Dus je hebt een tikfout gemaakt van PSS Echo. Oké, en hoe herstel ik dit nu zo? De snelste manier is een breukstreep en dan join. Net als Ufion, maar niet met een H, maar met een I. Dus J-O-I-N. En dan alsnog een hekje met Daily Minutes. En dan op de juiste manier gespeld en dan zou het moeten werken. Zijn er nog meer inmelders? Ik ga eens even kijken. Want eentje is mooi, maar als er 2 inmelders zijn, is het een ronde. Van PSS Echo. Ja, ik kan de mensen in de chat ook meetellen natuurlijk. Ik zie dat Sander meeluistert en Rob luistert mee en David luistert ongeveer mee, dus ik tel jullie gewoon mee, hè? Dan is de ronde. En dan zijn er volgende week ongetwijfeld meer. En wie weet, er komen vast nog wat meer mensen bij. Eens even kijken of ik je nu op de chat zie. Ja, dat lukt. Goed, dus het is gelukt. Ja, een tikfoutje is zo gemaakt, hè. PD4 Fox Mike Juliet met een break. Papa Alpha 6 Echo. Ah, inderdaad, John. Ja. Nou ja, goed. Ik vind het wel leuk dat je weer een ronde doet. Dat je toch de schoenen aangetrokken hebt. En mijn complimenten. Dat je toch je daarvoor in wilt zetten, John. Absoluut. Ja, nou, ik zit nu ook in de chat. En ja, zoals je ziet. Dan hoop ik, heb ik het vroeger rustig aan. Ik heb... maandag weer een CT-scan gehad en morgen kreeg ik daar weer een uitslag van. Kijken of het allemaal een beetje stabiel is gebleven. Ik hoop het van wel. Maar ja, dat kun je nooit van tevoren zeggen, hè. Dus we wachten even af, zo. Ja, Rosianne, ik ben de ronde ook gestopt vanwege gezondheidsproblemen. Dat is gelukkig allemaal heel goed afgelopen. Maar ik heb toen wel gedacht van nou, ik laat even alles los. En alleen het hoognodige, het werk, dat doe ik nog. En langzaamaan ben ik verschillende dingen van de hobby weer op gaan pakken.
En ja, het was op Dista zo rustig lange tijd dat ik dacht van ja, heeft het nog wel nut om opnieuw te beginnen? Hè? Want het was vooral aan het eind van de zomerperiode was het echt heel erg stil. En ja, ik hoorde de laatste weken hoor ik het redelijk druk wezen. Ik denk, nou ja, dan is er ook alweer employee voor een ronde. Hè? En dinsdag is voor mij altijd echt een moeilijke avond geweest. Dus vandaar dat het nu op donderdag is. En het tijdstip moet ik zeggen is ook wel een stuk beter. Want het was toch eigenlijk wel altijd zo dat ik... Ik denk dat ik van de 10 keer dat ik zeker 8 keer mijn eten pas na de ronde at. Hè? Omdat er gewoon geen tijd was. En ik doe het nu wel een stuk rustiger aan. Ik heb ook niet opnieuw die harde ritmestoornissen gehad. Die toch wel een gevolg waren van het hard werken. Hè? Ik slaap nog steeds wel heel slecht. Momenteel telkens terugkerende griepverschijnsel. En dat was met name gisteravond en vannacht zo. Ik heb vannacht dan ook niet geslapen, zoals volgens mijn smartwatch maar een half uur. Dus ik heb echt gewoon zo goed als niet geslapen. Maar ik werd toch wel goed wakker en ik kon verder ook niet slapen. Ik voelde me vannacht beroerd en overdag wilde het slapen niet. Dus ik heb wel wat kunnen doen, maar niet superveel. Dus ja, een beetje vandaag en toen dacht ik van nou ja, ik ben toch de hele dag aan het landen van. Dat kan ik niet zo goed die ronde doen en mijn stem is goed. Ik heb al, even kijken, ik moest wel 2 radioprogramma's maken, van die uitzendingjes van 5 minuten. Dus dat heb ik wel gedaan. En ik heb nog 1 klein opdrachtje gedaan en nog wat klein gebeuren, maar ik heb me niet heel druk gemaakt. En ik heb al zeker 3/4 wat iemand op de chat vroeg gisteren. Ik heb zeker al 3/4 niet aan de 3D-printer gezeten. Dus... die was verstopt geraakt en toen zag ik, ik kreeg het niet ontstopt en toen dacht ik, nou even maar niet... En ze waren alle 2 verstopt. Dus ik denk, nou ja. Vorige keer dat ik dat deed, toen haalde ik ze vervolgens na een paar maanden tevoorschijn. En toen ging dat ineens vanzelf. En daar hoop ik nu ook op als ik ze weer inschakel. Hè. Goed. Met een break. PD4 Fox Mike Juliet. Dit is de Dista ronde, Papa Alpha 6 Echo. PD2NV, luistert. Goedenavond. PD2MV gehoord. Frans, ga je gang. Nou, ik weet toch, weet niet of jij op kracht volgt. Maar doe je dat, dan moet je die nozzel gewoon even uit je 3D printer draaien. En even lekker warm stoken. En dan komt de plastic eruit. En dan is de verstopping weg, zo. Ja, er zijn meerdere trucjes voor, maar het lukt niet. Dus, Sander die heeft zijn 3D printer ook nog steeds niet gebruikt. Ja, dat... Ja, ik heb hem wel gebruikt. Ik weet niet hoeveel geprint ermee. Totdat ze alle 2 verstopt zaten. Er is eigenlijk gebeurd wat ik... maar die bamboe dingen zijn niet heel goedkoop, begrijp ik, David. David schrijft, die bamboe die zijn erg fijn. Maar kijk, ik heb hier 2 3D printers. En dat klinkt dan alsof het heel wat is. Maar ik heb weer... Ik heb voor die ene heb ik €70 betaald. En toen bleek er een ontwerpprobleem in te zitten. En ik dus de importeur vertellen wat het probleem was. En die waren er zo blij mee dat ze mij een 2e printer cadeau gedaan hebben. Maar het is nog steeds een printer voor 17. Dus ik heb niet hele dure. En ja, dat heeft toch wel zijn beperkingen. En ik heb die ene eigenlijk gekocht omdat ik een prototype wilde maken voor een antenne waar ik... Tenminste, een deel van een antenne waar ik mee bezig ben. En dat is er eigenlijk nog niet mee gebeurd. Maar ik heb wel leuke dingen geprint. Maar het ging dus mis toen ik een hele grote soort van iglo wilde maken. Voor de kat. En die is ongeveer voor 1/3 geprint. En toen dachten beide printers, ik had ze alle 2 aan het printen staan. En toen dachten ze alle 2 van nou, kort na elkaar, ik hou het voor gezien. Dus ik weet niet wat het was, of dat nou vocht, de vochtigheidsgraad in mijn huis zo was dat ze alle 2 stopten, maar in ieder geval, dat ging niet goed. Maar goed, ik kan maar 1 soort filament erin hebben. En het ding dat heeft ook geen verwarmd bed en zo, dus het is, het is uiterst simpel. Maar het is het ding wat ook als kinderspeelgoed verkocht wordt. We zijn wel weer veilig en je kunt er weinig ongelukken mee maken. PD4 Fox Mike Juliet. En Mario, leuk dat je hem altijd voor de lijst. Ik zet je erbij. Of ja, dat moet ik nog wel doen. Maar ik waardeer het zeker dat je inmeldt. Als je de microfoon wil, laat me dat weten. Maar ik dacht dat het voor de lijst was. Hè? Met een break. PD4 Fox Mike Juliet. PSS Echo voor de Dista ronde.
Ja, dat is alleen voor de lijst. Ik ben op de achtergrond, John. Goedenavond. Ja, geen probleem, hartstikke goed. En leuk dat je je meldt. Microfoon aan jou, Frans. Ik denk dat Frans overkomt wat hem vaker overkomt. Hij wat vaker dan anderen. Dat zijn doorgaan in de mist in gaat. Frans, ben je er van PSS Echo? Ja, ik ben er. Nou ja, het is weer de wet even gegaan, begreep ik. Ja, ik zeg al, ik heb zo'n slagroomverandertje. Ja, dat werkt perfect, moet ik zeggen, John. Dus misschien is dat wel een tip. Hij is dan weer helemaal nog schoon de nozzel. En dan kan er weer een jaar mee. Ja, maar mijn printer kan maar heel lage temperaturen aan. Dus het is waarschijnlijk niet zo'n goed idee. Omdat delen van die nozzle ook van plastic zijn. Dus ik ben daar wat voorzichtig mee. Want ik ben bang dat ik dat hele ding verniel. En die kans is niet onaanzienlijk, denk ik. Gezien de constructie. Oh, kun jij de nozzle niet helemaal losdraaien dan? Ik heb een losneembare nozzle. Dus precies waar het spul verhit wordt, dat kan het er helemaal uitdraaien. En dan hou je alleen zo'n messing pijpje over. Nee, ik denk dat als ik dat probeer, dat de boel kapot breekt. Ik kan wel een deel ervan uithalen, maar dan komt er ook een stuk plastic mee. Nee, dat is dan wel minder, hè? Ja. Ja, ik moet zeggen, die Alex-printer, ik ben er nog steeds dik tevreden over. Hè. Ja, ik ben al zelf kunst aan het maken. Zo. Dat is ook leuk. Ik heb een 3D kubus van balletjes. Dus niet de hele volume, maar gewoon puur een soort pijpjes. En daar heb ik dan weer een deel van een andere kubus in. En dat werkt mooi. Alleen ja, dat was wel weer een uitdaging. Omdat met die balletjes heb je namelijk lucht ertussen. En dat moest ik dus oplossen. En dat is maar gelukt, moet ik zeggen. Ja, Roger, nou, het is ook een beetje dat ik voorzichtig ben met heel veel dingen aan te klampen. Ik ben bezig met de ontwikkeling van iets waar ik de 3D-printer niet voor nodig heb. Dus dat is eigenlijk twee dingen waar ik mee bezig ben. En dus ja, de antenne is even op de lange baan geschoven. En dus het heeft daardoor ook niet de prioriteit omdat ik het ding niet echt nodig heb. Maar als het zover is, dan doe ik alweer een serieuze poging om dat ding schoon te krijgen. Op de een of andere manier. Maar die printer die kan ook niet warmer dan 240 graden volgens mij. En dat is veel minder dan veel andere printers kunnen. Maar het is gewoon een ding om met de techniek kennis te maken. Zo heb ik hem ook gekocht hoor. Ik wil een keer een Prusa kopen als ik er serieus wat mee doe. Of misschien wel een Bamboo ook. Dan moet ik wel eens kijken. Maar ik heb hem veel gebruikt hoor. Want ik heb er toch wel een aantal rollen van het filament doorheen gedraaid. Hè? Die twee kleine printertjes. Dus wat dat betreft heb ik er ook wel veel aan gehad. Ik wil eigenlijk, maar ik moet het eigenlijk niet via de band roepen, want dan gaan mensen zoals Robert, die gaan weer vragen van wat blijft dat nou? Maar vorig jaar had ik een groot display gekocht met al van die ledjes, zoals op Times Square Garden hebben staan. Hoe heet dat? Nee, Times Square in niet Garden, Times Square heet dat. Dat plein in New York. Met allemaal van die verlichting. En daar staan ook allemaal van die displays. En ik heb een heel klein display. En wat een deel van zo'n groot display is, heb ik gekocht. En daar wil ik wat kerstafbeeldingen en teksten op gaan zetten. En dan gewoon in mijn keuken. Want als ik het voor het raam zet, dan komt de gemeente misschien dat ze precario-rechten willen of zo. Maar als ik hem in mijn keuken zet, wat verder weg, dan kunnen ze niks van zeggen. Want het is gewoon mijn eigen klok die hier vanaf de straat te zien is. Maar ik wil eigenlijk proberen de komende week ook dat ding voor elkaar te krijgen. En daar hoeft niks voor 3D geprint te worden. Hè. Dat is gewoon wat programmaatjes schrijven en dingen aansluiten.
Het is wel leuk, want het ding dat is, het heeft niet natuurlijk super detail, maar je kunt er zelfs video op afbeelden. Hè? Dus ja, dat is wel erg leuk. En je kunt ze dus koppelen, maar dan moet je eigenlijk per display wel een Raspberry Pi neerzetten, want anders is het niet meer sterk genoeg. Hè? Maar eigenlijk de bedoeling is om dat ding het hele jaar door gewoon als klok te hebben. En dan bij zo'n gelegenheid als de kerst, om er dan allerlei kerstafbeeldingen en dingen op te zetten. Maar ja, ik moet nog wel erg opschieten hoor, want vorig jaar lukte het ook niet. Maar het plan is wel om een serieuze poging te wagen om dat voor elkaar te krijgen. Ik heb nog wat geknutseld wat aan mijn repeater moet gebeuren, dus ja, er is zat te doen. Ik luister wel veel op HF, dat doe ik wel veel. En ik ben ook alweer wat meer op D-Star QFV. Dus dat, want ik heb daar een tijd ook niet zoveel aan gedaan. Hè. Ik zit wel erg te praten. Ik laat hem nog even los. Moment, en ik pak hem even terug. Met een break voor inmelders. Dit is de D-Star-ronde, ja, op donderdagavond. Microfoon, nee ja, Frans. PD4, Fox Mike Juliet. De D-Star-ronde, Papa Alpha 6 Echo. Ja, het is jammer dat we niet meer de twee aan het spreken zijn, hè? Ja. Nou ja, wie weet. Kan er nog wel komen. Maar in ieder geval, ik blijf het wel. Dat is een ding wat zeker is. Ja, nee, ik ben ook met een 3D-printer ben ik bezig. En dat is best ook een uitdaging om aan de drone zijtakjes te maken, zodat die binnen kan vliegen, hè? Maar die moet ontzettend licht zijn. Dus ik ben eigenlijk de structuur die aan de binnenkant zit, die is nog bijna op. En daardoor wordt die flink licht. En daardoor kan ik dat op die drone van mij maken, John. Ik snap niet helemaal precies wat je dan aan het doen bent. Dat moet je even uitleggen, want... Gebruik je die? Ik begrijp dat je een drone gebruikt, maar gebruik je die dan om het video om iets op te nemen en die drone er omheen te laten vliegen of wat ook? Nou, ik heb zo'n kleine drone, hè. Ik heb zo'n Tello. En dat is eigenlijk een dingetje wat je binnen kunt laten vliegen. En daar ben ik nou eigenlijk hulpstukjes voor aan het maken, zodat als hij tegen de muur aanvliegt, dat hij niet met de propellers tegen de muur aankomt. Dus zo moet je het een beetje zien. Nou, in mijn eerste fase die ik gedaan had, toen had ik ze heel mooi geprint. Perfect. Maar ja, de drone ging niet omhoog, hè. Het was te zwaar. Dus ja, dat gaat echt in milligrammetjes, moet je daar rekening mee houden. En ja, dat is ook een hele leuke uitdaging. Ik weet wel waarom ik me dat niet direct kon voorstellen. Ik heb ook zo'n drone voor binnen, maar daar zitten die dingen standaard al op. Het is een beetje flauw, maar dat is wel waar. Daar heb ik veel mee binnengevlogen. Maar ja, dat gaat niet goed hier in het huis hoor. Ik had toen ik dat voor het eerst deed, had ik nog 2 katten. Dat is niet een succes om, om je drone heel te houden van PSS Echo. Het is weer een experiment, dus een uitdaging. En ik vind het wel leuk. En ja, ik zeg al, de eerste die ik gemaakt had, ja, die klopte gewoon niet op van die grond. Hè. Die was veel te zwaar. Ja, en dan ben ik in eentje bezig. Dat is bijna helemaal hol. Dus qua gewicht mag die daar het niet hebben. Hè. Maar ja, het is gewoon even kijken, want het moet natuurlijk ook een beetje stabiel zijn. Want als je ergens tegenaan vliegt, dan moet hij niet binnen de kortste keer geduwd zijn. Hè. Dus dat is ook nog een punt. Maar dat zijn leuke uitdagingen. Je had ook zo'n Tello, als ik heb, volgens mij. Dat is wel een ding wat... nou, daar kun je echt wel wat gewicht aan hangen, hoor. Die... een kattenbommenwerper. Sander die stelt voor om kattensnoepjes of brokjes door de drone te laten droppen op de katten. Ja, dat had ze wel bezig. Bombs away. ja. Nee, dan, maar ik denk dat ze dan nog veel gretiger zijn om het ding uit de lucht te graaien. Tjonge. Ik weet nog eens, wel eens een motvlinder hier binnen zat. Dat was echt, dan zag je die ogen, joh, niet te geloven van die beesten. Dat is echt...
Maar goed, ja, ik heb wel eens gedacht om met die Tello daar toch een portofoon aan te hangen. Want dat ding, dat kan een UV3R kan die makkelijk dragen. Hè? Dat is nog wel eens een keer een idee. Maar ja, dan moeten we kijken of je daar mag vliegen en zo. En dat ding, dat gaat ook iets zo super hoog. Dus, maar goed, dat is wel een ding wat ik heb meerdere van die drones. Bij die Tello ben ik echt bang voor de propellers, dat je niet je vingers erin krijgt. Want volgens mij kapt dat ding zo je vingertop eraf, hè. PD4 Fox Mike Juliet, PSS Echo. Ah, pas op. Het is toch wel een snelheid en een kracht wat die dingen doen, hè. Ja. Maar, nee, dat is leuk spul. Ja. Ik heb toch een long wave antenne, dat heb ik ook wel eens gedaan, hè. Dus heb ik gewoon aan de Tello gemaakt, hoor. De Tello op de lucht in, die bleef mooi strak hangen. En ik kon korte golf luisteren. Ja, ik heb ook eens overwogen om bijvoorbeeld, als je een crossband repeater op die manier maakt, of wat nog mooier is, een transponder, hè, eraan. Maar ja, daar krijg je geen vergunning voor, hoor. Een transponder aan een drone. En een crossband repeater waarschijnlijk ook niet, hè. Maar, een transponder zou wel leuk zijn, hè. Ik heb eens een keer een transponder gemaakt, alleen had ik geen filters, dus ik... Volgens mij was het van 2 meter naar 10 meter. Maar dat ding, dat was ook meer dan 2 megahertz breed, hè. Maar dat was heel erg in mijn begintijd als amateur, hoor. Toen ik me nog niet zo netjes aan de regels hield. Tegenwoordig ben ik heel keurig, maar... Het was wel leuk, want lokale amateurs hier op 2 meter te kletsen, die hoorde je echt op 10 meter terug met een half watt of zo, hè, van PSS Echo. Je krijgt gelijk commentaar, hè. Zo. Ja, motten zijn namelijk niet meer in Nederland, hè. Dat zijn nachtvlinders. Ja. Tom Anders, ik kan de jas wel uittrekken. Maar, inderdaad, wat je zelf zegt, hè. Dat, met een transponder, ja, hoe heet het? Eén keer in het jaar, dan is het ook altijd met zo'n weerballon, hè. Dan doen ze ook een transponder omhoog en dan gaan ze hem dus zoeken. En dat is ook een heel mooi ding. En ja, ze krijgen er toch steeds vergunning voor. Dus hoe ze het doen, weet ik niet. Maar dat is altijd prachtig. Hoe heet dat? Ballon, volgens een jaar is dat, hè? Ja, maar die wordt al een paar jaar niet meer gehouden, hè? Dus dat is een beetje jammer. En wat ze daar een transponder noemen, dat was gewoon een crossband repeater. Want dat was gewoon een FM repeater. En wat ik bedoel is echt een ding wat... Ja, als je dat netjes doet, hè, dan pak je een kristalfilter of zo. Of tegenwoordig met SDR is dat nog veel makkelijker. Maar dan doe je alleen een klein stukje wat je doorstuurt. Hè. Zoals in satellieten ook zit. En die dingen die doen alle modus. Dus dan kun je ook die daar overheen uitzenden. Hè. Dat werkt allemaal gewoon. Maar ik had er dus eentje zonder zo'n filter gemaakt. Dat is veel makkelijker namelijk. Maar gewoon, ik wilde weten of dat werkte. Dat was eigenlijk de reden. Maar de sterkste stations die hier binnenkwamen, die kwamen echt met een half watt eruit op 10 meter. Dus die kwamen nog behoorlijk ver ook, hè. En dat kopieerde gewoon de hele 2 meter band naar 10, hè. Dus niet terug, want dan had iedereen gedacht wat de goede condities zijn er. PD4, Fox, Mike, Juliet, PSS Echo. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mens. Dat klopt, hè. En voor SVG, dat is nu op TikTok, is er ook een filmpje van de twee motten, hè. Die hebben ze helemaal in een nieuw jasje gestoken. Dus moet je maar eens kijken op TikTok. Toevallig heb ik dat op tv gezien. Dat zijn een paar van die dishockeys die hebben dat beetgepakt. En die doen dat op TikTok. En dan mogen ze dus een nummertje aanvragen en dan gaan zij dat zingen, hè. Ja, moet je maar eens even opzoeken, inderdaad. Ja, maar ik ben niet erg van TikTok, hè. Ik zit wel op Mastodon. Ik zit op YouTube. Verder YouTube een beetje met tegenzin. Dat wil ik eigenlijk wel graag weg, maar ik heb geen alternatief. Maar Mastodon, daar heb ik mijn eigen server op. En op zendamateur.com is natuurlijk ook sociale media. Hè. En het IRC-kanaal, niet te vergeten. Nou, ik ga eens even kijken of er nog inmelden zijn voor de DISA-ronde op donderdag. Misschien moet ik wat meer publiciteit maken nog, hè. Van PSS Echo, zijn er nog inmelders? Ja,
PD3, PVO, papa Delta 3, papa Victor Oscar. Je luistert naar John. Leuk dat je het weer doet. Over. Ah, dankjewel Peter, leuk dat je je inmeldt. Hartstikke goed. En ik begrijp voor de lijst, maar dat hindert niet. Ja, het is ook een beetje een test. Hè. Als het nou in 4 weken tijd elke keer of alleen de Frans en John show is, dan kunnen we het net zo goed op de radio op een FM-frequentie gaan doen. Hè. Dat lukt ook wel. ja, nou, dat kunnen we ook doen, Frans. Dan zet ik het gewoon op mijn internetradiostation zet ik de microfoon open. Hè. En dan achteraf zet ik de opname op YouTube. Doen we nog Jetsy erbij, dan zijn de gezichten ook te zien. ja, nee. Maar, nou, dit is wel een mooi begin zo. Want als ik de mensen van de chat meeneem, dan zijn er toch 6 mensen die ik kan noteren. Dus wat dat betreft. Maar iedere inmelder is van harte welkom nog. Microfoon, laten we het over techniek hebben, Frans. Want al die dingen over TikTok en. Ik had eigenlijk zulke goede voornemens wat dat betreft. Maar er komt helemaal niks van terecht. Het gaat over 3D-printers. Ja, ik zei al, ik doe veel op een korte golf momenteel. Ik zit meestal op 17 meter. En niet met FT8. Maar met ouderwetse morsen. PD4 Fox Mike Juliet van PSS Echo. En nu hoop ik dat de doorgang van Frans niet te mist ingegaan is. Is dit 2-5 met een vraag? Ik ben bang dat Frans aan het praten is, maar goed, dat is dan zo. Frans heeft vaak die pech dat hij dubbel zit om een of andere reden. Of dat nou technisch is of microfoontechniek, ik weet het niet. Maar microfoon aan jou, Mario. Je had een vraag van PSS Echo. PSS Echo, PD2MV, lectoren in de ronde. Voorheen ging ik ook in de chat, maar is dat een andere omgeving geworden? Ja, dat weet ik niet. Ik heb niks veranderd. Maar ik heb jou nooit. Overigens, ik heb je op de chat van YouTube gezien. Dat was het. Maar ik zit op IRC. ik weet niet of je iets voor IRC bij de hand hebt. En ik weet ook niet of ik jouw mailadres heb. Maar als ik jouw mailadres heb, dan kan ik jou het mailtje van de ronde sturen. En daar kun je vinden hoe je makkelijk op het IRC-kanaal komt, waar de rest ook zit, van PSS Echo. Ja, oké. Nee, ik zat inderdaad, dacht ik, op YouTube gebeurt niks, hè. Nou, ik ben niet zo behoeftig, dus ik kan wel wachten, John, hoor. Geen probleem. Maar dan weet ik in ieder geval dat het niet die omgeving is waar ik zat. Dus bij deze vraag beantwoord. Dankjewel. Ik heb je inmiddels de mailing van de ronde gestuurd. Helemaal onderaan kun je vinden hoe je daar makkelijk op komt op de chat. En kijk maar of je dat wil, dat maakt allemaal niet uit. Maar dan heb je de informatie wel bij de hand. Hè? De server is Delta Mike, voor degene die luisteren, deltamike.shorties.be. deltamike.sierra-hotel-oscar-romeo-tango-india-echo-sierra.be. Normaal gesproken heb ik dat in een geheugen van mijn porto staan, maar momenteel niet. En het kanaal dat is daar Daily Minutes. Maar je moet wat van IRC weten, wil je dat op deze manier doen. Wat is dat? Jijbuis.nl? Nee. Hoe heet dat nou ook alweer? PeerTube. Sander, dat wilde ik als alternatief gaan doen. Ik ben bezig een eigen PeerTube-server op te zetten. Maar zoek dan maar op Join PeerTube. En Peer is met P-E-E-R. Maar goed, de chat is dus een chat op IRC en daar is de hele week door ook wel zijn er mensen te vinden. Tijdens de ronde is het wat drukker. Ik heb trouwens ook nog een mail gehad van Jaap, PH2X, die mij mailt dat hij volgende week er wel bij is. Maar 1 keer per 14 dagen doet hij aan handbal, dus die kan niet elke week erbij zijn, maar dat geeft niet.
Het is leuk dat hij er volgende week bij is. Ik denk, Frans, dat jij opnieuw een keer getroffen was door het dubbelzit-duiveltje. Want ik hoorde jou niet terugkomen toen ik een paar keer riep. Hè? PD4 Fox Mike Juliet van PSS Echo. Ja, dat zou goed kunnen, Tom. Ja, ik zit hier lekker onder in de woonkamer. Boven zit me nou even iets te koud. Dus ja, ik ben zo ver van mijn hotspot. En ik zit gewoon met een portootje, hè. Dus ik kan misschien wat meer vermogen maken. Dat dat misschien helpt. En dat hij dan niet wegvalt. Hè. Maar goed, ik merk het iedere keer als ik dus mijn mic loslaat en ik hoor geen piepje. Dan weet ik van, hé, ik ben niet doorgekomen. Maar ja, we gaan het weer proberen. Ja, dit is gelukt. Ik ben met nog iets bezig, want ik wil een site opzetten over wat dingen die ik weet over D-Star. Er zijn meer sites, er is ook een forum van de mensen in Amsterdam Almere, waar ook dingen op staan. Maar de afgelopen weken ben ik er toch meerdere keren tegen aangelopen dat mensen hun apparatuur bijvoorbeeld niet ingesteld kregen. Er is er nog eentje waarbij dat nog steeds niet gelukt is. En daar zijn we nog mee bezig. En wat ik op die site wil doen is, als het aan iemand uiteindelijk vindt wat het probleem was, en het is op te schrijven, dat we dat dan daar neerzetten. Dat de volgende niet nog een keer moet zoeken. Hè? En ik wil daar iets schrijven over, want je merkt toch al vaak dat mensen die staan niet goed begrijpen, omdat de informatie daar gewoon niet over te vinden is. Voor een deel klopt bijvoorbeeld wat er in de handleidingen staat niet. En de reden daarvan is dat de handleiding vooral gaat over het Amerikaans, in Amerika gebruikte D-plus systeem. En wij gebruiken hier die reflectors toch anders dan dat ze daar doen. Dus tegenwoordig staan de reflectors wel in de handleidingen, maar ja, dat zijn dan weer niet onze reflectors. Dus en het merendeel wat er in de handleiding staat, dat heeft betrekking op de situatie in Japan, waar uitsluitend met call sign routing en ook met regio repeaters gewerkt wordt, die we hier helemaal niet kennen. Dus ik wil dat soort verschillen een beetje uitleggen en wat de mogelijkheden zijn. En dan met name zodat mensen die net met DISA beginnen, daar toch wat sneller in thuis raken. Hè? Dat is een beetje de gedachte. Maar of dat lukt. Ik heb wel een mooie domeinnaam om mee te beginnen. D-Star, dus d-star.charliecharlie. Die domeinnaam heb ik al jaren, maar die kan ik daarvoor gebruiken. Dus dat is wel mooi. En ik heb al een opzetje gemaakt. Dus een begin. Maar die staat nog niet online. Dat dan weer niet. Als je die naam intikt, dan krijg je volgens mij een blanco pagina van wat veroorzaakt wordt doordat de site die erachter staat inmiddels HTTPS is en het domein nog niet. Zo was het. Jawel. Microfoon retour, Frans, met eventueel een break. En ik denk dat we het zometeen ook wel moeten sluiten om het niet te lang te rekken. Dan, als er volgende week meer mensen zijn, dan wordt het gewoon een langere ronde. Hè? Maar ik vind het erg leuk dat je er bent. PD4 sowieso, ronde of niet. PD4 Fox Mike Juliet, Papa Alpha 6 Echo. Dat is ook de PD. Oei. Frans, was jij er? Papa Delta 7, Papa Foxtrot. Die wou het zijn ook even inmelden voor de donderdagavond. Zeker, PD7 PF. Ik ben bang dat Frans nu weer dubbel zat bij jou, maar dat geeft niet, dat kun je niet weten. Ja, PD7 PF. Ik zit je erbij. Zet toch een bos is het volgens mij, hè? Jij de microfoon even, maar laat een break op Frans, want ik denk dat Frans aan het woord is zelfs. Maar laat een korte break en anders dan komt Frans vanzelf weer bovendrijven. PD7 PF, PSS Echo. Ah, goedenavond trouwens. Hè. Ja, laat Frans maar eventjes modelleren. Hè. Want ik wil hem eigenlijk eventjes inmelden. En je toch, weet je wel niet wat ik erbij zit. Dan weet ik jullie wat doen vanavond. Jeroen, nee, hartstikke goed. En van harte welkom uiteraard. Hè. Goed, Frans, was jij er weer? Of nog? Ja, ik ben er nog steeds, hè. Ja, maar ik wil iedere keer al niet mijn handen spreken, dus zo doen, hè. Maar ik zeg, je moet eens Bert, moet je eens vragen. KZU, dat staat.
En die had vroeger had hij een Diesdag-site, Diesdag-Dilland.nl. En daar hadden ze ook een Wikipedia bij en alles, dus dat is echt goed. En ik weet dat jij oude sites nog kunt bekijken, hè? Misschien dat dat een tip is, dat je daar eventueel wat kunt vinden. Ja, maar ik wil ook niet hun werk kopiëren, hè? Dat is ook weer zo wat. En ik heb zelf in het verleden wel heel veel gedaan op dat gebied, dus ik kan wel een hoop kopiëren. En ik wil kijken naar het boek wat Patrick ON8PN is dat volgens mij. Die heeft ooit een groot werk geschreven daarover, maar ja, die is op een gegeven moment bekeerd tot het DMR gebeuren. En die hebben daarna op dienst nooit meer gehoord, maar ik mag van hem vast wel zijn werk ook uit kopiëren. En hij heeft echt een heel goed handlijn. Niet dat het van Bert niet goed is, maar ik was wel erg om te spreken over dat van hem. En ik denk dat als ik zijn basis kan gebruiken, dat ik dan zelf dat kan uitbreiden met de nieuwe ontwikkelingen. Hè? Want hij beschrijft het heel goed, nou ja, tot ongeveer 2013 toen DMR ineens aan de oppervlakte kwam drijven. En ja, daarna is hij is ook volgens mij fanatiek bezig geweest om een aantal Belgische DISA-repeaters tot DMR-repeaters om te laten bouwen. Hè? Dat is de reden dat in België niet zo in lange tijd niet zoveel met DISA gedaan werd. Ja, op zich is dat prima, maar kijk, ik zie Mariam ook op de chat. Hartstikke goed, goede avond en gelukt. Maar hoe zeg ik dat nou? Nou ja, ik had al goede avond gezegd hier natuurlijk. Hè? Maar ja, welkom op de chat. Ja, even kijken hoor. Nu ben ik daardoor helemaal van mijn apropos. Maar microfoon naar jou, Frans. PD4 Fox met Juliet, de D-Star-ronde PSS Echo. Ja, uiteraard een kleine opening. Ik probeer jou maar alleen ook een beetje in te lichten, op te lichten, over te lichten en door te lichten. Maar zo kunnen we elkaar toch wel een beetje helpen, denk ik. Ja, dus vandaar. Oh, Mario is er alweer uit, zie ik. Dat gaat wel rap. Even kijken. Dat werkt trouwens ook. Je liet trouwens YouTube vallen. Is het nog in de planning om ook in YouTube de ronde door te willen leren? Ja, ik heb daar niet bij stilgestaan. Ik heb een stream tegenwoordig, hè. Ik hoor het een beetje de opvolger van jouw stream. Wat weer de opvolger was van mijn vroegere stream. Maar die stream die draait, dus daar is het wel op te beluisteren. Als je wil weten, er is pnlete.com voor degenen die luisteren die dat willen weten. pnlete.com en dan /streams. En dan zijn het de bovenste drie linkjes. De bovenste twee voor geluid en die daaronder voor het dashboard. Het is de stream van PI3XTV. Maar daar is alle DISA-verkeer op te horen. Met enige vertraging. De ene die doet volgens mij 25 seconden vertraging. De andere een seconde of 50. Het oplichten. Oké. Maar ja, ik zou dat kunnen doen inderdaad. Maar ik heb daar vanavond niet aan gedacht. Waar ik wel aan gedacht heb is om de ronde op te nemen. Dus deze porto, die, als het goed is, neemt hij de ronde op. Die opname die stond uit, want ik had een keer... ik ben met de user messages aan het klooien. En dan sla ik af en toe mijn hele gebeuren op wat erin staat. Zodat ik wat ik eerder had nog weer terug kan halen. Maar als je dat doet, dan schakelt hij de opname uit. En ik was vergeten dat weer aan te zetten. Normaal staat dat altijd aan. Hè, dat ik bedoel dat ik dan weken opneem zonder dat je ooit het kaartje hoeft leeg te maken. Dus ja, ik kan kijken of we dat inderdaad weer doen, hè. Maar toen ik de ronde begon, toen dacht ik er pas aan. Dat deed ik toen ook al. Dat moet je nagaan. Dus ik zal eens kijken hoe dat nu gaat vorm gaat krijgen. Want ik heb een tijd lang heb ik ook bijvoorbeeld koppeling gehad met de 2 meter repeater. Hè? Dat ik die star ook op de 2 meter doorzet op mijn relais daar. De terugweg heb ik nog steeds nooit ingeschakeld gehad. Van analoog naar D-Star. Daar wil ik ook nog eens mee gaan experimenteren in de toekomst. En een ander plan voor die repeater of vermeter is om daar M17 aan toe te voegen. Hè, de modulaties. Maar ja, ik heb zoveel plannen. Ik ben nog meer bezig met nog meer uitbreiding aan dat relais. Voor een toch wel behoorlijk groot experiment. Dus ja, goed, dat,
dat is, ja, ik heb dat pas over een half jaar klaar of zo, hoor, dus of dat ooit lukt. Maar jawel. En ik kan daar ook nog niet zoveel over vertellen, want als ik dat doe, dan zeggen mensen van nou, wanneer is het klaar, weet je wel. En dan dat kun je beter niet doen. Dan is de verrassing er ook af, hè. Ja. Volgens mij is Mario weer terug, die was even weg. Ik schreef al, MV, dat staat voor Marine Verbindingsdienst volgens mij, hè? Want er riep iemand van, zorg dat je erbij komt. En nu ben ik te lang aan het praten. Microfoon terug naar jou, Frans. PD4 Fox Mike Juliet, de ronde Papa Alpha 6 Echo. Nou, dat valt weer een opringetje. Zou jij met die link even hier of hier kunnen zetten, John? Want je praat zo snel. Ik was het dieper dan ik denk, wat was het nou alweer? Dus ja, ik ben ook niet meer de snelste. Maar als je hem dan even in IRC zet, dan kan ik hem ook weer eens even kijken. Want, oh, dankjewel hè. Oké, ik laat de mic los. Ja, we zijn erg snel. Ik zat al te kijken naar diestaarnederland.nl. Want inderdaad, die staat in, als het goed is, gewoon in het internetarchief. Hè? Dus al die oude sites. Dat is trouwens wel een tip als je ooit een driver nodig hebt die er niet meer beschikbaar is. De meeste daarvan, die kun je keurig uit het internetarchief vissen. Hè? Dat heb ik al vaak gedaan. Dat was voor een apparaat, een hele bekende is WinDRM. Hè? Dus die site van de maker op qrz.com of op een van de andere Q-sites. Er staat dus wel dat project van WinDRM, maar het linkje naar de, hoe heet het, naar de software, die bestaat daar niet meer van. Nou, die kun je perfect van de Wayback Machine, van het internetarchief halen. Dat is helemaal geweldig. Dus dan heb je gewoon dezelfde site waar het linkje niet meer werkt. En je gaat naar 2008 en hoppa, dan komt die driver tevoorschijn. Hè. Dat is echt helemaal geweldig, van PSS Echo. Ja, nou, ik ben even die link die me erin gestuurd hebt, ben ik aan het proberen te openen. Maar dat moet nog niet echt lukken. Zowel het luisteren niet, als open die stream in een nieuwe window. Een nieuwe window gaat open, maar verder hoor ik daar helemaal niks, John. Bij H3 UNX. Hey, John in het kwadraat. We zijn nu met z'n tweeën in het kwadraat, John. Jij de microfoon. PH3 UNX, PSS Echo. Ja, het wordt hoogtijd. Goedenavond allemaal van Papa Hotel 3 Uniform November X. Het wordt hoogtijd dat jij of in blokletters gaat praten, of gewoon de uitzendingen gaat herhalen. Het gaat wel heel vlug, AI. Wat was nou die callsign van die Oscar November met dat D-Star boek? Geef daar eerst eens even antwoord op. Van Papa Hotel 3 Uniform November X-ray. Ja. Ik, weet je, toen ik op PI2 NOS nog die uitzendingen deed, dan was er iemand die zei dan van ja. Maar of op via de mail of als reactie achteraf, van dat is meerdere keren gebeurd. Van nou, kun je dan niet wat langzaam spreken voor de ouderen? En dan zei ik van, ja, hoe oud ben je dan? En ik was toen zelf 55. En dan zei hij, ja, ik ben achter de 40. Kun je wat langzamer praten? Ja, nou, ik ben nu 67 en ik kan er niks aan doen. Maar ja, ik heb nou eenmaal dit tempo, hè. Dus als een wervelwind. En ik ben ook al lang niet van plan om te stoppen met werken of zo. Hoewel ze mij de AOW al opgedrongen hebben. Nou ja, ik vind het wel prettig. Maar ik zeg geen nee. Maar als het niet gebeurd was, dan was er ook geen ramp. Hè? Want ik ga zeker nog 20 jaar door. Want ik zit al vol met ambitie. Dus, maar die call, dat was ON8, Papa November. Patrick, nou, een Pools aandoende achternaam met een N. En hij zit er volgens mij tegenwoordig in het hoofdbestuur van de, tenminste dat zat hij de laatste keer dat ik hem sprak, van de UWA. En hij heeft een standaardwerk geschreven over D-Star, maar het vervelende is, dat gaat er maar tot 2013 of 2014 toen hij de belangstelling verloor. Hij had altijd de site D-Star Vlaanderen, dus als je gaat zoeken op de Wayback Machine, dan moet je kijken op dstarvlaanderen.bravoeco.
En dan kun je ongetwijfeld het boekwerk van hem daar nog downloaden. Hè? Want tenzij hij verzocht heeft om die site uit het archief te halen. Maar dat zou ik toch niet denken dat hij dat zou doen. Hè? Maar ik heb ergens in mijn archief ook al wel dat boek, denk ik. Overigens, Frans, de stream doet het hier perfect. De bovenste. Dus ja, kan ik dat laten horen? Moment, ik laat hem even los. Ik druk hem nu weer in en dan druk ik op play bij dat ding. Ik had hem in de pauzestand gezet, dus hij begint nu waar hij gestopt was. En dat is toen John zich net inmeldde. Dus nou, hij doet het echt hier, Frans. Dus ik weet niet. Het is wel zo dat ik gemerkt heb dat het soms op mobieltjes niet werkt. Maar dat is vooral de onderste, dmr.li, die doet het op mobieltjes niet. Die hapert en die doet. En wat wel zo is, dat is dat. Deze, die snelle stream, die haper, die stopt soms onderweg op mobiel. En daar heeft die tragere van 32 mbps. Die heeft, 32 kbps is het, die heeft daar minder last van. Dus dat is misschien als die onderweg stopt. Maar hij doet het helemaal niet, begrijp ik. En ja, dat snap ik niet. Want dat doet hij bij mij wel op mijn Nokia smartphone. En ja, in de browser wat ik nu doe, dat is onder Linux in Firefox, doet hij het ook meteen, hè. Dus ik denk dat hij wel werkt. Wat je zou kunnen doen als het niet werkt, zou je VLC Player kunnen proberen. PD4 Fox Mike Juliet, de dienst daaronder, PSS Echo. Google is tegen ons dmshorties.be .8032. Verbinding is niet in de site beveiligd. Nou, dat is ook wel logisch dat hij niet beveiligd is, want dat heb ik niet gedaan ook. ja, het zou kunnen dat je Google Chrome gebruikt. Ik gebruik zelf Chromium en dat is iets minder dan streng nog. Maar het zou kunnen dat Google dat inmiddels dichtgezet heeft. Hè? Dat ze dus niet willen dat... want ze hebben ook al mijn sites die geen S hebben, die hebben ze uit de zoekmachine gehaald. Hè? Die grapjassen. Dus een heleboel dingen die ik vroeger kon vinden. Ja, daar kom ik nou niet meer, daar kan ik nou niet meer in Google vinden. Maar je hebt ook nog DuckDuckGo en die kan ze wel vinden. Dus ja. Maar hier werkt het in Firefox in ieder geval prima en ik krijg geen foutmelding. Maar wat je kunt doen, want als je die melding krijgt doorgaans kun je toch wel gewoon die site ontvangen. En je kunt, denk ik, ja, ik weet niet, je kunt natuurlijk altijd te maken hebben met dat iemand mijn site zit te spoeven. Hè? Dus je kunt te maken hebben met iemand die probeert jouw verbinding te kapen en je ergens anders naar door te leiden. Dus daar is altijd wel een risico als je zo'n melding krijgt. Maar op zich zou ik zelf, denk ik, dat wel uitproberen van PSS Echo. Hallo Frans, ben je er nog van PSS Echo? Ik weet niet waar Frans gebleven is. Ja. Ik ga eens even op dienstaanvlaanderen.be kijken of ik dat document kan vinden van PSS Echo. Oh, we just simply seem to have lost the connection. John, ik hoor net via de chat dat Frans de accu leeg heeft. Dus geen Frans momenteel. Die is volgende week weer, zal ik maar zeggen. Van PSS Echo. Ja, dat heb je met een goede pak alleen. Dat is altijd de accu van leeg. AI. Ja, ik even keurig. En de microfoon die ik gebruik, die heeft geen hoestknopje. Wat of je dan in kunt duwen om te hoesten. AI. Ik was wel even geïnteresseerd in dat verhaal wat of jij er net vertelde. Over dat woordje uitleg van het gebruik van D-Star en de verkeerde informatie in de beschikbare documentatie bij de sets. Japanse toestanden en de Amerikaanse variant. Ik zat al een poosje mee te luisteren. Ik had me eigenlijk ook al eens wat vaker ingemeld. Tenminste geprobeerd in te melden.
Maar ik heb nog net gedaan met QRL. Er was nog een klant die kwam wat spullen afhalen. En het was wel gezellig en die bleef hier een beetje hangen. Maar ja, ik keek ondertussen op mijn horloge van jongens, het is bijna 9 uur, waarom blijft die man hier hangen? Nou ja, je kunt moeilijk je klanten wegjagen. Dat jij alles in een wat rapper tempo doet, ja, dat hoort inderdaad ook een beetje bij je. Dat herken ik wel, ja. En dat jij nog niet kan stoppen met werken, ja, dat is logisch. Want ja, jij werkt voor jezelf en dan moet je doorwerken tot de dood erop volgt. En jij hebt zo'n luizenbaantje, dat kan nog wel even duren, haai. Leuk dat de overheid aan jou gedacht heeft, dan heb je eindelijk een vast inkomen. HI. Microfoon even retour van PH3UNX. Ja, maar het... het is zo dat... dat er een vast inkomen is. Dat betekent dat ik wat makkelijker risicovolle dingen aan kan gaan, zoals bijvoorbeeld productontwikkeling. Wat mijn oude werk is en wat ik eigenlijk wel heel graag wil. En de afgelopen jaren toch ook wel het een en ander gedaan heb. Maar meestal in een soort adviserende rol. En ik wil eigenlijk wel zelf een paar producten op de markt brengen of meerdere. Dus daar ben ik nu een rap tempo mee bezig om een stuk of 4 producten te ontwikkelen. Waarvan er eentje ook bijna klaar is. Die is klaar om op de markt te brengen over een maand of zo. Dat hangt een beetje van de inkoop af, van onderdelen. Maar goed, het is niet ON8PN, maar ON4PN, ik twijfel al een beetje. Dat zie ik nu op de site staan. Maar ik heb nog steeds geen goed linkje waar ik dat document kan downloaden. Want daar is hij steeds niet op te vinden. En volgens mij is dat niet... volgens mij staat het document ook wel op Digitaal Nederland ergens, maar... En ik heb het zelf ergens ook nog wel op een harde schijf staan ergens, dus in mijn archief. Dus ik kom er wel aan, maar ik heb het toch nog toen niet bij de Wayback Machine gevonden. Ik zit nu in 2013 te kijken. En toen was het document wel beschikbaar, dus... downloads, daar zou je toch echt verwachten dat het erbij staat. Maar het linkje wat daarvoor staat bij downloads... Ah, kijk eens aan. Dit zou het moeten zijn. Nee, dan zegt hij toch dat hij het niet kan vinden. Oh, hij heeft dat document bij Google geparkeerd. En die hebben gezorgd dat het niet leesbaar is. Aha. Nou, er zal vast nog wel een oude versie ergens zijn. Ik vind het wel. Ik heb verzoek. Doorgaans, het is wel grappig. Een van de mooiste voorbeelden hiervan. En ik zal niet noemen welk bedrijf dat het om ging. Maar dat was wel lachen. Er waren wat mensen die hadden een bedrijf opgezet. En... ja, dat was niet helemaal kosher. Het was wel legaal. Maar ze wisten dat ze daar een aantal subsidies mee binnenhaalden. Terwijl ze nooit de eindstreep zouden halen. Zo was het. En ik wilde graag voor een verhaal, voor een tijdschrift, wilde ik die mannen een reactie van hebben. Ik wilde weten wat zij vonden van het verhaal zoals ik dacht dat het was. En die mannen die hadden echt alles gedaan om zichzelf... in de schaduw te werken, zeg maar. En ik pak hem even terug. Alle restanten van hun website, die hadden ze weggehaald. Maar ze hadden niet rekening gehouden dat die Wayback Machine er bestond. En die site die had ook maar 2 jaar bestaan of zo. En ik kwam dus die site en bij een deel van de tijd van die 2 jaar stonden ook al hun adresgegevens erop. En dat wist ik te vinden. Toen had ik ze. Ja, dat was wel erg leuk. Het is wel al 15 jaar geleden, maar dat was echt al... hoe kom je daar aan? Wie heeft hier lopen te kletsen en ik weet niet wat al... Ja, nee, dat is goed speurwerk, hè. Je hebt wel te maken met de eerste klas journalist hier. En je kunt proberen wat je wil, maar dat werkt natuurlijk toch niet, hè. Maar ik kreeg geen quote. Daar wou die niet aan beginnen. PH3UNX, PSS Echo. Ja, Roger. Ja, ON4, Papa November, is inderdaad iets anders dan ON8, Papa November.
Die calls komen wel voor in België hoor. Gewoon 4, 5, 6 en 7 en 8. Die zijn gewoon in gebruik. Alleen ja, die zijn niet zo dik gezaaid hè. Die zijn niet zo dik gezaaid. Owen 4 wel. Maar Owen 8 had ook heel goed kunnen. Eerste klas journalist. Zegt hij zelf. Mooi. Ik moet even een raam openzetten, want het stinkt hier door de portefeuille heen. AI. Ja, nou, ik ben benieuwd naar je ontwikkelingen. Ik hoop dat de samenleving, zoals wij die nu kennen, daar ook wat aan heeft. Ik ben benieuwd. En ja, wat of die documentatie betreft van het D-Star verhaal. Ja, het netwerk zelf biedt zoveel mogelijkheden. En ja, er wordt niet zoveel gebruik van gemaakt. Een deel van de mogelijkheden die er zijn, die worden niet benut. En dat is altijd jammer. En nu inmiddels, ja, er zijn meer modus. Ja, je zei het al, DMR en C4FM. En weet ik het wat, Fusion en combinaties van. Maar ja, het is toch allemaal een beetje meer van hetzelfde. Het is D-Star, maar zonder de D-Star functionaliteit. Alhoewel van de callsign routering en zo bij DMR weet ik niks van hoor. Ik weet alleen dat ze breedbandig zijn. In plaats van 6 kHz zijn ze 12,5. Dat is dan weer jammer. We hadden in het repeater segment in 2 hadden veel meer D-Star repeaters kunnen dan FM repeaters. Microfoon retour van Papa Hotel 3. Uniform November X-ray. Nou, ik heb dat bij AT wel eens, toen nog AT was, wel eens geopperd dat de 2 D-Star frequenties op 1 of 2 D-Star repeaters op een 12,5 kc-kanaal konden, maar dat doen ze toch niet. Nee, DMR is niet breder. Het enige is dat DMR 2 streams tegelijk uitzendt, hè, voor wat als je een repeater hebt. Dus, maar NXDN en DPMR die hier lijken zeer sterk op D-Star. Met eigenlijk ook wel alle eigenschappen van D-Star. Inclusief dat je 1200 dat je 1200 bps kunt meesturen aan data. Dat kan ook bij DPMR en volgens mij ook bij NXDN. Apparatuur voor NXDN, die kun je als het van ICOM is eigenlijk ook altijd voor DPMR gebruiken. Dat vergt een kleine handeling van de importeur. En NXDN is eigenlijk nooit heel populair geweest. Totdat een jaar of 8 geleden de maker van de standaard die standaard open source gemaakt heeft. En toen waren er ineens een aantal amateurs in Canada en de VS die er bovenop doken. Maar het verschil met D-Star is niet zo heel groot. Ik heb hier wel DPMR, geen NXDN. En ik heb hier Tetra. En wat ik nog meer, D-Star en DMR heb ik spullen voor. Voor Fusion niet. Wat een beetje gek is, want ik verkoop wel Jezus spullen. Maar nee, ik heb dat nog nooit een FT70 of zo hier laten stranden. Dus ja, maar ik wil echt op D-Star eigenlijk concentreren. En op M17 wellicht. Dus daar wil ik wel iets mee doen in ieder geval. Ik wil dat ook wel een beetje promoten eigenlijk. Maar en M17 is helemaal door amateurs gemaakt namelijk. Hè? Wat trouwens wel grappig is, want daar vond ik toch ook wel opmerkelijk. Er zijn een paar mensen die de Wikipedia van D-Star hebben weten aan te passen. En dat zijn geen voorstanders van D-Star. Dus daar staat dus in dat D-Star illegaal is vanwege de vocoder. Maar dat staat er bij DMR niet bij en bij Fusion ook niet. Dus, en dat is wel een beetje scheef, want die gebruiken dezelfde vocoder. Dus ja. Kijk, als dat voor D-Star geldt, dan geldt voor die andere modus ook natuurlijk. Hè? En dat heb ik ook wel in het begin dat DMR net opkwam. Door diverse, dat was wel grappig. Er waren toen echt amateurs die waren echt tegen D-Star. Want D-Star, dat was niet legaal. En DMR zou dat wel zijn. Maar hetzelfde wat je daarbij D-Star over kunt opmerken. Ja, en een ander was dat ICOM eigenaar zou zijn van het auteursrecht. Of van de merknaam op D-Star. Maar dat is ICOM niet. Althans niet in ieder geval worldwide. En in Japan is het de Japanse amateurvereniging. Dus. Maar ze zetten dus op die apparaten ook geen
Ze zetten de eerste apparaten. Ik pak hem nog even terug. De eerste apparaten, daar stond op dat ze DISA waren. Dus als je een oude IC92 hebt, of een Japanse ID92, die is er ook. Dan staat erop dat het DISA is. Maar bij die latere versie staat er, kijk maar, er staat allemaal digital op. Er staat geen, en het heet DV en het heet geen DISA. En de reden daarvan is dat zij niet worldwide, dat de naam DISA niet worldwide in handen is van amateurs. In Italië is een modebedrijf bijvoorbeeld. En ook in, ik dacht ook in de UK is ook een modebedrijf dat DISA heet. En die bestond al eerder dan dat die mode er was. Dus dan dat de modulatiesoort. Dat is wel een mooie overeenkomst. Ja, dat is ook een mode. Ook een modebedrijf. Maar, dat staat dus op Wikipedia staat er dus foutief dat het geval is. En nog meer van die dingen. En ik heb me ooit geprobeerd om een paar keer met een post op Wikipedia te bemoeien. Dat was zo'n omslachtige exercitie. Het valt niet mee om dat aan te passen. Dus ik, ofwel publiceer ik het een keer gewoon dat ik het gewoon ergens op de radio zeg. Zodat een groot publiek dat hoort en dan gaat er vanzelf de bal wel rollen of ik laat het gewoon zitten. Maar ik ga niet zelf Wikipedia aanpassen. Wat eigenlijk wel de koninklijke weg zou zijn, zeg maar. Hè. Nee, de reden dat die handleidingen niet goed zijn voor ons is simpelweg dat wij hier een ander systeem gebruiken. Dat is ook niet drastisch anders, maar het is wel net anders dan dat op andere plekken is. En wat je verder ziet is dat het lijkt een beetje alsof Incom de neiging heeft om de originele instelmanier die in eerste instantie gebruikt werd, dus R1 en R2 gewoon instellen, dat ze die methode steeds meer naar de achtergrond proberen te drukken. Hè. Dus het wordt steeds lastiger om dat in de modernere apparaten nog te vinden. Dus dat is ook zoiets. En dat leidt ook met het probleem. Want ik zit nu met iemand die krijgt R1 en R2 niet ingesteld. Zelfs niet als hij DR-mode uitschakelt. Omdat het zou wel moeten. Maar dat apparaat doet het dus niet. Dus of is er met dat apparaat iets mis, of we doen nog steeds iets verkeerd. Hè? Goed, nou microfoon nog een keer retour. PH3 UNX, de DISA-ronde, PSS Echo. En dan moet je straks eventjes vertellen welk apparaat er nou precies was. Ik weet wel dat met TMD74 ook het geval was. En dat is wat lastiger in te stellen, omdat de software in de porto een beetje krom is. Nou ja, zoveel frequenties zijn er niet. Dus ja, die hang je met even aan de laptop en je stelt het goed in. En dan ben je er ook. En ja, vanaf het toetsenbord kun je er niet altijd bij. Die menus zijn op een of andere manier niet te bewerken. Er staat er bij, ergens in het menu staat er edit. Ja, dat kan. Maar er zijn ook menus bij, daar kun je ze gewoon niet bewerken. Dus dat is inderdaad wat lastig. Maar ik denk dat dat gewoon een stukje problematiek is. Dat ze daar niet zo zorgvuldig mee geweest zijn. En ja, wat of de rest betreft, de voor- en de nadelen. Ja, het zijn andere systemen. Het een heeft een voordeel, het ander heeft een nadeel. En ze lijken toch allemaal op elkaar. En met de komst van DMR, ja, dan riep iedereen halleluja. Want ICOM had een beetje brakke codec. Ja, dat kan. Laat er nou een DMR dezelfde zitten. Dus ja, zodoende. Maar het is inderdaad wel leuk om een website, een goede website, op te zetten met wat uitleg. En ook eventueel met een stukje hardware en hoe het programmeren. En desnoods met een paar codepluggen of zo die je kunt downloaden en erin kan schieten. Oké, ja, verder niet zoveel te beweren. En de grootste tegenvaller van jou was natuurlijk dat jij vanavond toegaf dat je bij de kwetsbare ouderen hoorde. Maar ja, goed, aan de andere kant heb je nu weer meer budget om te experimenteren. HI. Heb je er misschien weinig tijd voor de hobby, maar je hebt er nu in ieder geval poen voor. HI. Je hebt er in ieder geval, wat die poen aangaat, heb je je hele leven er lang aan mogen betalen.
En dan hoop ik inderdaad dat je er ook nog een paar jaar plezier van hebt. Microfoon nog even retour van PH3UNX. I zal in mijn user message zetten. Age is just a number. En zo denk ik er echt over, hoor. Want ja. Nou kijk, ik heb daar een filosofie over. Ik vind discriminatie als mensen moeten stoppen met werken. Dat is voor mij, dat was toen ik ergens in de 20 was, dat ik dat een groot onrecht vond. En ik zag een paar voorbeelden in mijn omgeving van mensen die binnen no time totaal instorten toen ze niet meer hoefden te werken. Dus ik zag te pletter verveelden en gewoon vervolgens ziek werden omdat ze ongelukkig waren. En dat is me wel bijgebleven. Toen dacht ik van nou, ik wil in ieder geval niet dat anderen voor mij bepalen dat ik op een gegeven moment ga stoppen. Dus dat, en ik vind aan de andere kant, ik vind dat mensen die als stratenmaker gewerkt hebben of een zeer belastend beroep hebben gehad, ik vind dat die op hun 50ste zouden moeten kunnen met stoppen met werken. Ik bedoel, dat is toch wel terecht. Hè, maar ja goed, ik ben begonnen mijn carrière met 2 maanden in een radiowinkel te werken en vervolgens 10 jaar in de WAO te zitten. Terwijl de gedachte van iedereen was, hij komt er nooit meer uit. En ik vind in elk geval, heb ik mezelf beloofd, dat ik die 10 jaar nog te goed heb na mijn 65ste toen. Maar goed, het zal nu dan na mijn 67ste zijn. Maar die 10 jaar die ga ik zeker nog wel volmaken. En ja, ik heb nog allerlei plannen. Ik wil nog een tiny house bouwen. En ambities zat. En ook echt nog dingen die ik wilde doen nadat ik inderdaad wat rianter. En ik heb dus de afgelopen jaren, dat is niet helemaal toevallig, ik heb gewoon wel goed verdiend zodat ik ook wat reserve heb. Het is niet superveel. Maar die combinatie van die AOW met die reserve zorgt er wel voor dat ik een aantal plannen kan verwezenlijken. En nou ja, nu is het een kwestie van doordrukken. Dus ja, nee, maar wat je dus ziet, hè, wat het pensioen betreft. Als je ziet, schrijvers, Hugo Claus die dementeerde. Maar verder ken ik geen enkele schrijver die dementeerde toen hij ouder werd. Die zijn allemaal tot op hoge leeftijd konden ze gewoon hun boeken blijven schrijven. En dat zegt wel iets. Hè? Als je iets hebt, een passie ergens voor, wat ik heel duidelijk heb, maar dat is geen garantie. Want dat zie je aan Hugo Claus. Maar als je een passie ergens voor hebt, dan stort dat lichaam ook niet zo snel in, hè. Dus dat is wel echt het geval. En ik geloof daar echt heilig in. Dus en ik ben ook echt van plan om door te gaan. Even kijken hoor. Ik denk dat Kees een heel leuk artikel op de chat gezet heeft. Het heeft een trauma voor zijn leven. Je zal het maar meemaken als Hertz. Bronzig Hertz is wel heel intiem met plastic soortgenoot. Ik pak hem even terug, moment. Ja, die is leuk, Kees. Hey, ik heb Ruud zich hem niet zien inmelden. Die is er volgens mij wel bij. Nou, misschien heb ik dat gemist. Ik ga eens even kijken of er nog een melding bij staat. Ja. Dus ja, nee, ik denk er dus echt over qua pensioen. En age is just a number. Dat is gewoon echt waar. En ik heb ook wel een fascinatie voor mensen die dingen doen die niet bij hun leeftijd passen. Hè. In Japan, ik weet niet of die dame nog leeft, maar dan had je een dame die was heel succesvol in de housemuziek. En die draaide avond aan avond in discotheken haar muziek. En die mevrouw die was ver in de 80. Hè. Dus ik bedoel maar. En je hoeft dan op die leeftijd ook niet meer zo bang te zijn voor je gehoor. Hè? Als je jong bent, heb je nog een leven voor je. PH3UNX van PSS Echo. Ja, met spatie is het Papa Hotel 3 Uniform November X-ray. Ja, ik had een oom. Een zwager van mijn moeder. Die man die was 83. Toen werkte die ook nog gewoon. Nou ja, gewoon. Hij werkte nog. Maar hij had al de tijd. hij was de begrafenisondernemer. Maar die, dat was 83. En toen deed hij nog gewoon volop zijn werk. En wij zijn er nog wel eens geweest op een woensdag. En toen was het onduidelijk of hij s'avonds nog weg moest of moest gaan werken. Nou, die man had het niet meer. Maar die wilde toch wel graag gewoon s'avonds nog een paar uur werken.
Nou ja, dat... 86 geworden of 87, ik weet het niet meer precies. Maar die heeft ook heel zijn leven lang gewerkt. En het is in principe niks bijzonders. Er zijn er meer die dat doen. Toch ben ik een voorstander van dat ze af en toe mensen met pensioen sturen. Ik heb zelf 15, 16 jaar bij Rijkswaterstaat gewerkt. En er zaten een aantal mensen die hadden wel een luizenbaantje. En dan denk ik wel eens bij mezelf, ja, nou wordt het toch tijd erop gekart. Want dan kan een ander dat ook eens gaan doen. AI. Ja, het is allemaal wat. Maar ik ben blij dat jij de typemachine nog niet in de wilgen gaat hangen. In ieder geval, ik weet niet hoe ze dat in jouw branche noemen. Maar omdat we nog een poosje van jouw creaties mogen genieten. In ieder geval hebben we in ieder geval een dienst daaronder. En dat is in ieder geval ook wat waard. Microfoon retour van PH3UNX. Ja, Roger, ja, ik had een kennis en die vertelde een paar jaar geleden. Hij was op de verjaardag van zijn buurman geweest. Want die ging de dag erop ging hij met de auto naar Frankrijk. Samen met zijn nieuwe vriendin. En vervolgens bleek dus dat die buurman met dat verjaardagsfeest, die in één ruk door met een paar rustpauzes, hij zat als enige achter het stuur, naar Zuid-Frankrijk reed. Dat die man dus 95 was, hè. En die reed nog prima auto. Dus ja, dat is wel grappig, zulke mensen. Maar ik vind het wel leuk als dat gebeurt. Dat is wel uitzonderlijk. Ik vind het ook uitzonderlijk als heel jonge mensen echt heel erg slim blijken te zijn ergens mee. Hè? Dat is echt wel een interessant fenomeen dat mensen dingen doen die afwijken. Ik zat ooit naar een... Ik heb veel vertaald. Mijn vertaling heb ik en ook het schrijven echt over zoveel mogelijk gekke dingen gedaan. Waar ik dan zelf vaak... Ik vond altijd leuk om dingen te doen waar ik niet zelf in zat. Dus ik heb veel over musea gedaan. Van echt dingen waar ik niet veel van snapte op het moment dat ik ermee begon. En ook veel vertalingen over mode gedaan. We hadden een jaar of 10, 15 geleden zo'n modeprogramma op tv. En dan kregen dames die kregen een make-over. En dan zei die presentatrice wel eens van... Ja, maar moet je nou luisteren? Je kleed je als een 36-jarige. En dat kan dus echt niet meer. Want je bent inmiddels 37. En dan dacht ik van... Nou, als iemand mij zoiets zou vertellen... Met welk leeftijdsverschil dan ook. Ja, ik ga het toch wel even lekker zelf bepalen wat ik draag. Hè? Ik bedoel, kom op. Dat de maatschappij dat niet aanvaardbaar vindt. En daar raar lijkt. Nou, dan kijken ze raar. Leuk. Dan komt John langs. En die kleedt zich zoals hij zich het beste in voelt. En ja, ik bedoel, nou, ik zult mij niet in een jurk zien lopen, maar als ik me daar prettig in zou voelen, zou ik dat ook doen. Kom op zeg. Dan ga je mij niet even vertellen, zo'n modetante. Maar goed, dus ik vind het plakketje van een leeftijd, ik bedoel, toen ik 6 of 27 was, was er iemand van 2 jaar jonger die mij vertelde van ja, dan moet je toch eindelijk eens een keer wat klassieke muziek gaan draaien. Want op jouw leeftijd hoor je van klassieke muziek te houden. Ja, ik zeg, kom op. Als je weet wat ik nu draai. Hè? Ik was vroeger altijd into symfonische rock. En nog wat andere populaire stijlen. Maar ja, tegenwoordig is het allemaal house muziek. Hè? En als het ouder is dan 2 jaar, vind ik er geen ruk aan. Ik begin de ochtend om wakker te worden. Begin ik met... wat stampende housemuziek. En ja, dat vind ik heel erg prettig, moet ik zeggen. Vooral op maandagochtend. Heb ik echt zo'n neiging van, nou gaan we echt een uurtje housemuziek draaien. Op de koptelefoon, om de buren niet in de weg te zitten. Maar nee, dat dus wat dat betreft. En ik weet van die muziek ook heel wat af. Dus ja, ik pak hem nog even kort terug. Dus ja, en ik heb, als je kijkt door de jaren heen, zijn er heel veel jaren geweest dat ik meer dan 60% van mijn inkomen aan de zendhobby verdiende. Ook in de tijd dat ik als zendamateur helemaal niet actief was. Dus dat is toch ook alweer heel aardig. En ja, ik denk dat het aandeel wat ik aan de hobby verdien de komende jaren wel weer flink zal toenemen. Goed, nou, microfoon nog een keer retour. Die is daaronder nog steeds op donderdagavond. PH3UNX, Papa Alpha 6 Echo. Nou ja, met een spatie voor alle andere inmelders. Iedereen heeft natuurlijk toch een
bepaalde vrijheid om dingen te doen en te laten. En jij zei, ik loop niet in de jurk. Ja, stel dat je dat wel zou doen, dan zouden er ook geen mensen van opkijken. Misschien je buren of zo, ik heb ook geen idee. Net boven Engeland ligt een land, daar loopt iedereen in een rokje. Vraag me wel af of die lui ook allemaal de benen harsen. Ja, goed, inkomen aan de hobby. Laat ze maar niet horen dat je aan de hobby van iemand anders wat verdient. Want dat wordt meestal niet in dank afgenomen, hè? Ja, dat klopt. Nou, ik ben ondertussen op zoek geweest naar die ON4 Papa November. Maar ik kan daar niks van terugvinden van heel die man. Dus ik hoop dat ik de kom nu wel goed heb deze keer. Ik heb wel een ander boekje gevonden over die star. Maar dat is de American Way. Zover ik dat nu kan zien. Ik ga het niet doorlezen, dat doe ik straks wel even. Ik weet niet tot hoe laat of jij die ronde door gaat lopen. Maar ik moet straks nog wat administratie doen. En dan, als ik dat gedaan heb, dan kan ik mooi even dat Engelse boekje, wat over ik in archive heb gevonden, doorlezen. Ja, ik ben er ook nogal een fan van die website. Je kunt er nog alles wat op terugvinden als je wat zoekt. En er staan ook heel veel andere leuke dingen op. Die oude jaren hangen van QST, van 1930 en zo. Oude school radio. Oké, microfoon nog even de deur van Papa Hotel 3 Uniform November X-ray. Ja, ik heb het document inmiddels gevonden waar ik het over had. Oh, het mailtje is nog niet verstuurd. Hij vraagt of ik er een attachment aan wil toevoegen. Maar als ik nu zeg van ik wil dat niet, dan stuurt hij maar jou door. Dus dan heb jij het boekwerk ook. Het staat elders nog wel op internet. Dus bij hem niet meer. En ik weet niet of het zal ook wel bij Dienst naar Nederland staan als je goed gaat kijken. En ik kom het vast wel tegen. Maar er is een site die het nu nog steeds heeft. Dus ja. Ik wou ergens iets over zeggen, maar dat ben ik even kwijt. Omdat ik in de jubelstemming dat ik het document gevonden had. ik heb daar wel eens bonje over gehad. Ja. Er was een keer een meneer en die was heel erg boos. En die pakte mij, die trok mij achter een stand van het blad Ram vandaan. En die wou me in elkaar rammen. En ik weet niet eens of hij als hij nog leeft, dat weet ik niet, maar of hij dat nog weet. Maar wie weet luistert hij wel mee. Maar die meneer die was echt heel erg boos. Die vond namelijk dat ik alles wat ik met mijn artikelen in RAM verdiend had, in de kas van de 400 VSA-dienden te storten. En ik heb voor RAM heel veel geschreven, hè, dus ik heb daar echt heel goed aan verdiend. En ja, dat is nou een keer zo. Maar ik schreef ook nog voor 7-8 andere bladen. Als ik voor die andere bladen dat ook gemoeten had, ja, waar had ik dan voor moeten leven in die tijd? Hè? Ik bedoel, dat is toch raar. En toen zei ik tegen waar hij zo boos over werd. Ik zei, moet je nou eens even luisteren, beste man. Je bent zelf postbode, postbezorger. Ik zeg, als jij nou CQPA ergens in de bus drukt, reken jij dat dan ook met de vereniging af? Ja, toen ging hij door het lint. Dat kon hij niet hebben. Dus ja, je houdt mensen een spiegel voor en dan gaat het niet goed. Maar ja, goed, ik begreep dat wel. Maar ik snap niet, bedoel, mensen, dan zou dus, als dat klopt, dat verhaal, dan zou dus een handelaar in amateurapparatuur nooit zelf zendamateur kunnen zijn. Want dan zou die namelijk zijn inkomsten af moeten staan. Dan zou je geen handelaar in apparatuur meer hebben voor een aantal, want er zijn er toch flink wat die een call hebben. En dan zou dus de verkoop in apparatuur die zou wel een heel stuk minder worden. Want ja, dan moet je toch zoeken naar mensen die geen call hebben. Ja, dat is dan niet praktisch. Ik bedoel, het maakt dan niet uit of je een winkel hebt, of je een centamateur bent of niet. Hè, dus, en ik heb een webshop. Ik heb de afgelopen jaren veel in het buitenland verkocht. En ja, ik heb daaraan verdiend. Nou ja, dat is zo. Maar als ik het niet verdiend had, dan hadden daar geen repeaters gestaan. Of er was geen apparatuur verkocht. En ja, ik bedoel, ja.
En het geld moet toch rollen. En dan had ik, als ik het niet gedaan, dan had ik gewoon wat anders, ander werk gedaan. Ik bedoel, het was niet zo dat ik dat dat ik dat gratis zou gaan doen. Want ik bedoel, dan kost het mijn tijd. En met die tijd kan ik ook op een andere manier geld verdienen. Dus ja, ik snap die redenatie niet helemaal. Ik pak hem even terug. Ik heb dat zelf overigens ook wel een tijd lang gevonden hoor, maar kijk, dingen die ik in hobbytijd doe. Ik sta alles, als je bijvoorbeeld kijkt, ik heb ook copyrights. Als ik sta alles af, tenzij er op dat moment nog geld mee verdiend wordt. Maar op het moment dat het niet meer zo is, kan iedereen alles van mij gebruiken. Foto's, noem maar op, moet ik wel even toestemming vragen. Want dan kan ik zeggen van nou, ik doe er nog wat mee of niet, maar voor de rest sta ik gewoon alles af. Het is niet zo dat ik daar heel hebberig over ben of zo. Maar ja, ik bedoel, je moet mij niet bij rechten met voeten gaan treden. Want dan word ik ook moeilijk. Maar ja, ik denk dat het goed is voor de docentenhobby als er mensen zijn die nieuwe apparatuur ontwikkelen. En ik denk dat het goed is dat er mensen zijn die, bijvoorbeeld David, die zit op het chatkanaal nu. Of zat hij zo pas. Ja, die doet ontzettend veel hobbymatig. En die staat dat allemaal belangeloos af. Maar ja, die heeft daarnaast wel een andere baan. En in de tijd van RAM was RAM voor mij een belangrijke bron van inkomsten samen met een aantal andere bladen. In ieder geval wel zodanig dat ik dat niet zomaar weg kon geven. Want dan zou ik echt een fors deel van mijn inkomen weggeven als ik dat op dat moment gedaan had. Ik ben een tijd lang was ik mede-eindredacteur. Ik schreef elk nummer schreef ik wel 6 artikelen voor. Dus, maar dat betekent ook dat ik daar heel veel tijd aan kwijt was. Hè? Dat ik niet aan andere dingen, aan ander werk kon besteden. Dus ja, het lijkt me logisch dat dat betaald wordt. Maar ja, als mensen vinden van niets, ja, dat mogen ze vinden. Maar ik maak deze afweging. En ik ben daar ook gewoon heel eerlijk en open over. Het is niet dat ik dat stiekem doe of zo. Hè? Maar het is niet zo dat winkels die apparatuur verkopen dat gratis het moeten doen omdat ze centamateur zijn. Omdat de eigenaar centamateur is of omdat de werknemer centamateur is die dan geen inkomen vraagt omdat hij in een winkel van. Dat is toch gek? Ik bedoel, dat zou niemand accepteren. Want ik bedoel, als iemand krijgt ook geen uitkering, waar moet hij dan van leven? Nee, want als je in een winkel werkt en je zegt van ja, ik geef mijn inkomen weg, dan zegt zo'n uitkeringsinstantie ook van nou, bekijk het maar. En logisch, ik bedoel, ja. Dus dat is een hele rare redenatie. Maar ik snap het wel. Als ik in mijn hobbytijd een ontwerp maak, ja, dan is dat gewoon voor iedereen. Dat is geen, ik bedoel, dat geef ik gewoon weg. Maar als ik dat doe omdat ik daarmee iets op de markt wil brengen, ja, dan wil ik niet dat anderen dat zomaar zich even toe-eigenen en dan zeggen van nou, hier gaan we even goede sier mee maken of zo. Want daar heb ik ook meegemaakt, dat mensen mijn artikelen vanuit een blad haalden en vervolgens als van zichzelf op internet zetten. Dat is ook wel grappig. En dan complimenten krijgen uit de afdeling waar ze zitten en zo, dat was wel komisch, ja. Goed, van PSS Echo. Ja, ik vind het ook onzin. Dat je aan de hobby van een ander niet mag verdienen. Nou ja, goed, je hebt nou eenmaal van die mensen. Ja, maar heb je dit wel gemaakt en je hebt het wel ontwikkeld, maar het is voor de hobby, dus jij mag daar niks van verdienen. Ja, het is hetzelfde verhaal wat jij zei van Ram, je hebt er heel veel tijd in gestoken, je hebt er wat aan verdiend. Ja, een ander verdient ook wat. Ik bedoel, ik weet van een Amerikaanse schrijver dat hij op een schietvereniging zit. Steven King, die draagt ook enkel maar zijn contributie af aan die schietvereniging. En als hij een keer een rondje gewonnen heeft, dan geeft hij ook een aan de bar een rondje aan die gasten, dan meer of niet. En ja, er zijn altijd mensen die ergens iets van vinden. En dan denk ik bij mezelf van ja, wat wil je nu eigenlijk? Eigenlijk vinden ze het jammer dat ze zelf het idee niet op de markt hebben gebracht en er wat aan verdienen. Ja, dat is altijd zo. Een andere discussie is dat ik ook heel vaak hoor van de over de radiohobby. Ja, je moet alles zelf bouwen. En als je het niet zelf bouwt, ja, dan ben je ook geen echte amateur en dit en dat en zus en zo. Dan moet ik wel zeggen dat de tal van dat soort mensen hebben. Ja, de een is wat handiger in bepaalde dingen en de andere niet. Dat hou je toch. Maar er zijn er ook genoeg die hebben het nieuwste van het nieuwste.
En die halen het gewoon bij een webshop. Het is of van fabrikant A of van fabrikant B. En dan heb ik altijd zoiets van, ja, dan betaal je daar een paar duizend euro voor. En een glimmend kastje en je weet zelf niet of het allemaal werkt. Een ander verhaal is dat ze weten hoe het werkt, maar ze zitten te mopperen van, ja, ik wil wat instellen, maar dat zit dan weer in een submenu van een submenu. En dan wil ik mijn vermogen verhogen en dan moet ik 32 menus door. Ja, dan moet ik zelf bouwen en een potmeter om die vermogen op te voeren. HI. Van PH3UNX. Ja, de zelfbouw is relatief, omdat toen ik begon in de jaren 70, toen was zeker de helft van de zendamateurs zei zelfbouwer te zijn en dat heel belangrijk te vinden. Maar ja, als iemand dan een Semco set kocht, dat is een apparaat voor 2 meter, dat is trouwens wel hele goede kwaliteit, dan zeiden ze, ik ben zelfbouwer, maar die Semco set, die kochten ze met werkende modules. Je kon die modules geloof ik ook afzonderlijk kopen. En je kreeg dan printplaten die werkend waren, getest en werkend. En dan moest je dan de bedrading solderen. Je moest die dingen in een kast bouwen. Maar je hoefde die apparatuur niet zelf in elkaar te zetten of zo. Nou, bij Heathkit was dat wel, dat je dan zelf het bouwpakket in elkaar moest solderen. Maar Heathkit stond er dan weer onbekend. Daar sloegen ze zichzelf ook voor op de borst, dat iedere dummy dat kon maken. Dus ik bedoel, zoveel stelt het ook niet voor. In die tijd ontwierp ik zelf mijn schakelingen. Hè. Dus ik bedacht zelf mijn schema's. En dat heb ik later ook als werk veel gedaan. Maar ik bedacht zelf mijn schema's en daar ging ik mee aan de gang. Ik bedoel, dat is toch iets anders dan... dus ja, hoe ver wil je dat doorvoeren, dat zelfbouwen? Ik weet wel dat wij... Ik zat altijd met de PSS Echo, met een groepje op 145-275. En dan maakten wij lol s'avonds laat. En er waren heel veel oudere amateurs die er aanstoot aan namen. We waren toen allemaal in de 20 of zo. En dan zei zo iemand van, ja jongens, maar steek dan toch de soldeerbout eens aan. En dan gingen we vragen aan ze van, oh, maar wat zouden we dan moeten maken? Nou, dan, wat zijn jij nou jouw laatste projecten? Nou, een elektronische kanarie en een rechtuitontvanger uit de electuur. Nou, ik heb net een 10 meter repeater ontworpen en zelf gebouwd het afgelopen half jaar. En een ATV-zender die ik grotendeels zelf ontworpen heb. Ja, dan waren ze wel snel stil. Er waren anderen die waar ik mee praatte die dan een soort gelijke projecten hadden. Hè. Dus wat dat betreft. Ja, maar goed, mogen wij dan geen lolletje maken s'avonds laat als we moe zijn van al dat gesolderen? Ah, dit is ook wel... Maar ja, in de tijd dat ik voor RAM schreef, was ik gestopt met de zendhobby. Maar die meneer die zo boos werd op mij, die zei van, ja, maar dat maakt niks uit dat je gestopt bent. Want je hebt die kennis toch gekregen doordat je die zendhobby had. En dus hoor je dat geld af te staan. En ja. Maar ik denk dat hij door anderen misschien, dat ze het er onderling over hadden, dat ze toch elkaar hadden opgestookt of zo. Maar het was wel zo dat ik aan dat RAM heel goed verdiend heb, ja. Maar het grootste deel van de periode dat ik voor RAM werkte, was ik niet als centamateur actief. Of eigenlijk in het geheel niet. Ik heb misschien 7 of 8 QSO's gemaakt in die periode. En 2 van die QSO's waren omdat ik een producttest deed. En ja, en dat was toch een periode van 15 jaar of zo. En ik was ook niet van plan om ooit weer met de zendhobby te beginnen. En ik werkte niet alleen voor RAM, maar ik werkte voor 7, 8 andere bladen waar ik ook veel voor schreef. En, dus het was gewoon mijn werk in die tijd, grotendeels. Ik had daarnaast ook een vertaalbureau. Ik pak hem even terug. Maar goed, ik ben er altijd open over geweest. Afgelopen jaren heb ik heel weinig aan de hobby verdiend, de afgelopen 3, 4 jaar. En ja, de komende jaren wordt het weer meer. Maar als ik dat er niet aan zou verdienen, ja, dan zou ik ook niet met productontwikkeling aan de gang gaan. Dan zou ik andere als dat niet zou toegestaan zijn om daar mee te verdienen, of mensen zouden niet accepteren, dan ga ik andere producten ontwikkelen, andere hobby. Er zijn nog meer zaken die ofwel op de centhobby lijken of helemaal niet. Misschien ga ik wat drones ontwikkelen dan. Hey, ik ga er vandoor. Die ronde die duurt normaal gesproken nooit langer dan. Dan een half uur of een uur. Zeker als het zo rustig is, nooit meer dan een half uur. Maar ja, het is de eerste. Want een beetje reclame maken toch, hè? PH3UNX, PSS Echo. Ja, PH3UNX. Ja, ik snap het ook niet zo goed. Je kaart aan dat van RAM. En ja, je moet kijken daar heel veel uren tijd in gestopt heb om dat blad te maken. En die tijd mag natuurlijk ook, ja, vergoed worden.
zeker als het je werk is, als het een fulltime baan is die je er aan overhoudt. En als je dan je eigen werk hebt voor het vertaalbureau en ook voor andere bladen. Ja, dan heb je wel heel hard gewerkt en er mag wat tegenover staan. Ik ben er ook niet zo kritisch in. Maar er zijn heel veel mensen. Er zijn heel veel meningen. En ik kom het hier in de omgeving, lokaal, in de buurt ook nog alles tegen. Er is altijd wel iemand die ergens iets van vindt. Ik loop met een hond. We hebben een jonge hond, het beest is net 1 jaar. Die moet nog van alles bijbrengen en leren. Maar als je dat streng doet, dan vindt de buurvrouw daar wat van. Als je met je hond loopt en die doet lelijk naar een andere hond, dan vindt die buurman daar die strenger moet wezen voor die hond. En zo sukkel je gewoon van het een naar het ander. Er is altijd wel iemand die er iets over te mopperen heeft. En dat kan. We zijn allemaal mensen. Ja, ik kan de zon heel goed in het water zien schijnen. Ik zeg nogmaals, je hebt hard genoeg gewerkt voor dat tijdschrift. Dan mag er ook wat tegenover staan. En als iemand er niet mee eens is, ja, het staat hun vrij om dat tijdschrift niet te kopen. Dan werken ze ook niet mee om het systeem in stand te houden. Ik ga even kijken. Ik begrijp dat jij een mailtje gestuurd hebt. Ik ben heel benieuwd. En ik ben ook heel benieuwd wat of jij precies op gaat zetten om het allemaal wat duidelijker in beeld te brengen. De theorie of de techniek van de D-Star. Je gaat er een eind aan maken? Nou, dan doe ik dat ook maar. Ik zal zeggen, het laatste moet ik licht maar uit doen. HI. Leuk. Het initiatief weer dat er wat activiteit is. En ik had volgende week ook weer in te melden. Tijdspunt is heel gunstig, een beetje het eind van de dag. Dan kan de hardwerkende Nederlander ook meedoen, HI 73. En voor jou de finale van PH3UNX. Ja, Rosje, als je de informatie die komt op dstar.charlie. d-star.charlie. Maar als je nu kijkt, dan kom je terecht op een site die niet toegankelijk is. Dus hij zegt, no content for this moment. Dus daar moet nog een site aangeknoopt worden. In die tijd dat ik als journalist dat deed, toen werd ik vergelijkbaar bij RAM betaald als voor andere bladen. Het was zo, er werkten ook mensen hobbymatig voor RAM. En afhankelijk van hoeveel werk je eraan had, kregen sommigen meer en sommigen minder betaald. Maar ja, mijn artikelen die konden altijd zonder nabewerking geplaatst worden. En bovendien was het zo dat wat ik meestal deed, dat was als andere redacteuren het lieten afweten. Dan, als er dan vrijdagmiddag geen artikel was, dan zou op maandag de drukpers stilstaan en dan zou het heel veel extra geld kosten om het blad alsnog te drukken. Of het blad zou verschijnen met witte bladzijden. En ik ben in staat om in 1 of 2 dagen nog wel 7 artikelen te produceren. Dus dat heb ik ook wel gedaan af en toe. En dat was ook wat geld waard. Hè? Dus ik bedoel het feit dat je dat... dat is toevallig iets, een kunstje wat ik goed ken. Maar bijvoorbeeld vanmiddag was... ik doe elke dag zo'n radio-itempje van 5 minuten. Dat is toch wel veel werk hoor. Dat is toch wel 1,5-2 uur werk per item. En om 1 uur kwam ineens het bericht van... ja, we hebben die uitzending van vandaag en van morgen. Die hebben voor 18 uur nodig. Nou ja, de eerste die hadden ze een 1,5 uur later. Of had het station, want het is 1 man die dat runt. Maar in ieder geval, hij had het 1,5 uur later al. En die andere die was net iets. Het bleek dat hij niet om 6 uur klaar hoefde. Maar goed, die had ik om 5:40 klaar. En dat doe ik dan tussen mijn andere werk door ook nog. Hè? Dus ik doe dan soms 3 dingen tegelijk. En dat is waar ik goed in ben. Om op het laatste moment onder de grootste stress dan nog een goed verhaal te produceren. Nou ja, goed, dat is dan ook wat waard. Want anders dan hadden ze dus financieel verlies. Als ik er niet gezeten had. Of als ik de griep had zelfs. Dus
Goed, maar in ieder geval, ik deed datzelfde voor 6 of 7 andere bladen. En ja, dus, en daar werd ik ook vergelijkbaar voor betaald. Dus dat, ja, het was mijn werk in die tijd. En ik zag dat ook niet anders. Ik toevallig dat ik voor RAM werkte uit de tijd, ik ben er wel mee begonnen in de tijd dat ik nog centamateur was en actief was. Maar ik beschouwde mezelf ook toen echt niet als centamateur. Ik was echt mee gestopt. Dus, en ik deed dit net als voor de andere bladen. Dus ja, waarom zou ik dan hier het geld niet voor mogen houden? Ik bedoel, dat is een rare redenatie. Oké, de hele groeten, PSS Echo. Ja, 73, tot de volgende keer. Van Papa Hotel, 3 Uniform, November X-ray.